We hebben het deze dagen over depressiviteit. De invloed van je voeding op depressieve klachten. Daar hebben we het over. We hebben het over de voeding die je zou moeten eten. De stoffen die je voeding zou moeten bevatten om depressieve klachten te kunnen verminderen. Vaak wordt gericht bij de behandeling van depressie, wordt gericht op het slikken van medicatie. Met zogenaamde serotonine heropnameremmers. Ook wordt gewerkt aan de bron van de overprikkeling, de overspanning van je hersenen, de zorgen, de stress, de trauma's, de angsten die daaraan ten grondslag liggen. Helaas zullen die therapieën en zal die medicatie niet aanslaan wanneer de voeding welke je eet en de stoffen daarin aanwezig daar niet op aansluiten. Wanneer je voeding onvoldoende stoffen bevat die voor rust en herstel in je lijf kunnen zorgen. Want wat is depressiviteit? Dat is een uitputting van je hersenen. Je hersenen die uitgeput zijn geraakt van vocht en voedingsstoffen. En die hersteld moeten worden en weer aangevuld moeten worden in stoffen die balans en rust in je lijf kunnen brengen. Serotonine is het stofje wat geestelijke energie geeft, wat jou een goede gemoedstoestand geeft en welke voor rust in je lijf zorgt. Dit stofje zal niet aanwezig zijn in je hersenen en zal ook niet overgedragen worden tussen jouw zenuwbanen wanneer er stress heerst in je lijf. Wanneer heerst er stress in je lijf? Wanneer heerst er stress en heersen er vocht- en voedingsstoftekorten in je hersenen? We denken dat stress heerst wanneer we zorgen hebben, wanneer we piekeren, wanneer we slecht slapen, wanneer we angsten hebben, wanneer we hele heftige emotionele gebeurtenissen hebben doorstaan. Ja, dan ervaart je lichaam stress. Een uitputting van vocht- en voedingsstoffen en een versnelde opstapeling van afvalstoffen, want dan worden jouw hersencellen overprikkeld. En die snappen we. Maar jouw hersencellen hebben alle processen in je lijf aan te sturen en kunnen dus ook overprikkeld raken van processen die in je lijf niet goed verlopen. Elke vorm van stress, en stress dat wil zeggen uitputting van vocht- en voedingsstoffen en een opstapeling van zure afvalstoffen, creëert de productie van cortisol. Cortisol is het hormoon wat jouw lichaam weer probeert tot rust te brengen na stress, na overmatige inspanning, na schade, na opstapeling van afvalstoffen. Dit hormoon belemmert de vorming en de opname van serotonine. Dus dat wil zeggen, na elke vorm van stress, en dat wil dus niet alleen maar zeggen piekeren en zorgen en extreme emotionele gebeurtenissen, maar ook na heftig lichamelijke inspanning. En ook na te veel voeding eten, welke heel inspannend is voor je spijsverteringskanaal, omdat het heel veel stoffen bevat die moeilijk verteerd kunnen worden. En die voor verzuring zorgen, die je darmflora verstoren, je darmwand schaden. Ook dat is stress. Na al die vormen van stress zal je lichaam tekorten ervaren in vocht- en voedingsstoffen, zullen afvalstoffen te veel aanwezig zijn en kunnen die moeizaam weg. En zal cortisol geproduceerd worden. Na al die vormen van stress kun je depressieve klachten ervaren. Om die depressieve klachten weer kwijt te kunnen raken, moet dus de productie van cortisol verminderen. Maar die zal alleen maar verminderen wanneer jij voeding tot je neemt, welke stoffen bevat, die de schade, welke is ontstaan door een opstapeling in zure afvalstoffen, weer kan herstellen. En welke er ook voor zorgt dat de opgestapelde afvalstoffen wel weer afgedreven kunnen worden, verdund kunnen worden, afgedreven kunnen worden. Daar hebben we het deze dagen over. Over de stoffen welke je voeding moet bevatten om de productie van cortisol te kunnen verminderen, zodat uiteindelijk je voeding weer goed verteerd kan worden. Tryptofaan, de bouwstof van serotonine, goed opgenomen kan worden in je lijf. Serotonine gevormd kan worden en serotonine ook opgenomen kan worden in je hersenen, zodat serotonine de processen in je lijf weer kan remmen. En weer voor kalmering en rust kan zorgen. Uiteindelijk voor geestelijke energie en positiviteit, positieve gedachten. Eergisteren hebben we het erover gehad dat je voeding absoluut vocht en fermenteerbare vezels moet bevatten. Om jouw darmflora optimaal te kunnen houden, om je spijs goed te kunnen verteren, om je darmwand gezond te kunnen houden. Want enkel dan kan vocht weer goed opgenomen worden in je lijf en kan ontzuring plaatsvinden. En kunnen afvalstoffen ook weer via je darmen je lijf uit. En dat is een voorwaarde om cortisol, de productie van cortisol te kunnen verminderen en uiteindelijk weer serotonine te kunnen vormen in je lijf. Daar is dus de consumptie van groenten met vocht en fermenteerbare vezels voor nodig. Maar dan ben je er nog niet. Je hebt gehoord dat je eiwitten moet consumeren om het aminozuur tryptofaan, wat de bouwstof vormt voor serotonine, binnen te krijgen. Maar dat je zomaar met de consumptie van eiwitten die tryptofaan bevatten nog niet zo ver bent, want je lichaam moet over alle essentiële aminozuren kunnen beschikken om de opname van vocht en elektrolyten mogelijk te maken via kanaaleiwitten en allerlei pompsystemen in je darmen en ook om de productie van albumine in je lijf goed mogelijk te maken. Dit is een plasma-eiwit welke de zuurtegraad en de vochtbalans in je lijf reguleert. Mist je voeding essentiële aminozuren, dan kan vocht en kunnen elektrolyten niet goed opgenomen worden in je lijf en kunnen zure afvalstoffen niet goed verdund worden en zou ook albumine niet goed gevormd kunnen worden, waardoor de zuurtegraad in je lijf te hoog kan worden en cortisol, de productie van cortisol niet kan verminderen, maar alleen maar meer zou worden. Dan is dus de productie van serotonine niet mogelijk, ook al bevat je voeding tryptofaan en zullen jouw depressieve klachten niet af kunnen nemen. Dierlijke eiwitten bevatten alle essentiële aminozuren. Die moet je bij naast groenten, met het vocht en de fermenteerbare vezels daarin, dus ook absoluut wel regelmatig consumeren. Alleen moet je die dierlijke eiwitten, hoorde je gisteren al, niet verhitten samen met suikers, want dan worden ze nutteloos. Dan kun je ze niet meer gebruiken als bouwstof. Helaas zijn we er dan nog niet en dat verklapte ik gisteren al en daarom vandaag nog verder. Wanneer jouw darmwand beschadigd is geraakt, dan kan vocht en kunnen voedingsstoffen niet goed opgenomen worden en afvalstoffen niet goed afgevoerd worden. Dan zullen de ontstekingen ontstaan, eerst in je darmen en vervolgens ook je lijf. En zal cortisol geproduceerd worden en dan is de productie van serotonine en de opname van serotonine in je hersenen niet mogelijk. Dan is rust in je lijf niet mogelijk en zullen je hersenen alleen maar meer en meer geschaad en uitgeput raken en zal jij enkel meer depressieve klachten ervaren. Je darmwand moet dus intact gehouden worden. De slijmvlieslaag in je darmen zorgt er normaal gesproken voor. Alleen die slijmvlieslaag die raakt door de stoffen aanwezig in je spijsverteringskanaal continu verdund en beschadigd. Die slijmvlieslaag die kan alleen maar herstellen wanneer je lichaam regelmatig kan beschikken over de vetzuren omega-3 en omega-6. Dit zijn vetzuren die je lichaam niet zelf kan vormen en die dus aanwezig moeten zijn in je voeding. Zitten die niet in je voeding, dan kan die slijmvlieslaag in je darmen niet hersteld raken en dan zal je darmwand beschadigd raken. Er zal cortisol geproduceerd worden en zal serotonine alsnog niet gevormd kunnen worden en zullen je depressieve klachten niet afnemen. Omega-3 en omega-6 vetzuren zitten in noten, zaden, vette vis, algen en wieren. Alleen wanneer je die vetzuren of die voeding met die vetzuren sterk gaat verhitten. Die vetzuren, dat zijn hele kwetsbare vetzuren die al kapot kunnen oxideren bij blootstelling aan licht en lucht en vooral bij hoge temperaturen. Ga jij dus je noten of je zaden roosteren, ga je je vette vis bakken of grillen, dan kunnen die vetzuren al kapot zijn en kunnen ze niet meer dienen als bouwstof van prostaglandines die de slijmvlieslaag in je darmen intact helpen houden. Wat heb je de afgelopen dagen geleerd? Wanneer jij depressieve klachten ervaart, dan zijn jouw hersenen uitgeput geraakt. Uitgeput van onder andere het stofje serotonine. Om serotonine weer te kunnen vormen in je lijf en op te kunnen nemen in je hersenen, om weer voor rust te kunnen zorgen en een goede gemoedstoestand, mag alleen het stresshormoon cortisol niet meer geproduceerd worden. Dus je voeding moet stoffen bevatten om dat hormoon minder te kunnen produceren in je lijf. En daarvoor moet je voeding goed verteerd worden en de darmflora optimaal houden en je darmwand intact houden. Daarvoor is de regelmatige consumptie van groenten, intacte dierlijke eiwitten en, vandaag heb je begrepen, omega-3 en omega-6 vetzuren die niet verhit zijn, is daarvoor nodig. Ga jij, wanneer je depressieve klachten ervaart, proberen die voedingsstoffen sowieso regelmatig in je eetpatroon te integreren? Anders zal stress namelijk blijven ontstaan. En stress is dus niet alleen maar het piekeren, maar is dus ook alle vorm van inspanning voor je lijf.